Vanavond is zomergast de scenario-schrijfster Maria Goos. Met de televisieseries Oud Geld en Pleidooi trok zij een groot publiek. In het theater was ze niet minder succesvol met toneelstukken als Familie en Cloaca. Intussen is de door Maria Goos geschreven speelfilm Leef klaar. Over de belevenissen van verloskundige Anna, die ook centraal stonden in haar columns in de Volkskrant. De komende 3 uur praat Connie Palme met Maria Goos. Welkom, Maria. Dank je. In mei. Je bent geboren in 1956, Breda. Ja. Je bent de echtgenote van acteur Peter Blok. Jullie hebben samen 2 dochters. En het lijkt alsof alles wat je aanraakt goud wordt. Je hebt Nipkow geschreven. Awards, publieksprijzen. Vandaag genoeg alles wat je kreeg. Ik hoop dat je daar heel trots op bent. Of valt het mee? Daar ben ik wel trots op. Goed. Ja, daar ben ik trots op. Ja. Het is ook wel een beetje beangstigend. Dat ken je misschien wel. Dat je denkt, wanneer gaat het fout? En dat denk ik eigenlijk elke keer. Nu val ik door de mand. Wat is dat? Ja, dat je succes hebt is nooit alleen maar te danken aan dat je iets kan. Dat heeft met heel veel factoren te maken en ook met geluk. Dat je, ik zal maar zeggen, dat je goed valt, dat je in de tijd past of iets zegt over de tijd. Maar dat kan ook, dat je in de tijd past, kan ook overgaan. Daar ben ik eigenlijk niet zo heel veel mee bezig, maar wel op het moment dat ik, en dat was een paar weken geleden, dat ik me realiseerde dat ik helemaal niks gespaard heb. Oh. En dan, toen dacht ik ineens, ik kan natuurlijk ook uit de mode raken. En dan wordt het een probleem. Toen werd het ineens een ding. Toen dacht ik, nou, daar moet ik nu wat aan gaan doen. Ik wil niet dat ik me daarmee bezig moet houden. Dus ik moet gewoon gaan sparen nu. En dan, dat geeft dan een beetje rust. Of je moet het waanidee uit je hoofd zetten dat je je succes te danken hebt aan dat je in de mode bent. Ja, niet alleen dat, maar het is natuurlijk altijd wel een samenstelling van factoren. En niet al die factoren hebben te maken met je talent. Het zijn ook andere dingen waar je niet zoveel, greep op hebt. Bijvoorbeeld de samenwerking met Willem van de Zander Bakhuizen. Ja. De regisseur waar ik heel erg veel mee gewerkt heb. Die zal, omdat hij ziek is, omdat hij kanker heeft, zal die beëindigen voordat wij willen dat hij beëindigt. Nou, wat er dan gebeurt, met mijn werk geen idee. Maar het is een uitspraak van Willem van de Zander Bakhuizen zelf, dat hij zegt, als je goed bent, vind je elkaar. Dus waarschijnlijk, ja. Willem is ook niet toevallig in jouw leven. Nee. En dat vind ik mooi gezegd van hem. Ja. Je trekt elkaar ook aan. Niet dat ik zou zeggen, er komt net zo'n goede ander voor Willem in de plaats. Maar dit heeft hij zelf gezegd. Ja. En misschien moet je meer vertrouwen op je talent, hoor. Want zo'n modepopje ben je niet. Doe jij dat dan? Ben je nooit bang, het gaat over? Nee, het is, nee nooit. Maar ik heb wel gespaard. Maar dat scheelt. Nee, dat scheelt. Ik denk ook niet dat het aan mode ligt. Ik ben. Nee. En jouw talent is heel groot, hoor. Ik ben nu de hele tijd met je bezig geweest en ik ben vol bewondering. Dank je wel. En het is echt een vak apart, het scenario schrijven. Ja, dat is het ook, ja. En dat ik zou ook geen roman willen schrijven. Dat lijkt me heel. Dat schrijven is altijd al eenzaam voor jou en voor mij en voor alle schrijvers. Maar als jij klaar bent, ben je klaar. En dan. Ja. En bij mij, als ik einde schrijf, dan gaat er nog een heel circus beginnen. Dan worden die letters worden allemaal mensen. Dan wordt het pas echt leuk. En dat lijkt me van een roman schrijven, lijkt me echt nog eenzamer. Dat de lettertjes blijven lettertjes. Ja, zo wil ik het ook heel graag. Ja? Maar ik denk dat we daar vast nog over te spreken komen. Want ik ga nu even aankondigen dat we jouw persoonlijke televisieavond gaan. Oh ja. Ja. En jij kent de volgorde niet. Je hebt nee, een nee. beetje bepaald, dus iedere keer is het weer een verrassing. Maar we beginnen met de pauze. Goed. Je was blij dat we dat fragment konden vinden. Het is de pauze in New York. In 1979, dus hij is pas 1 jaar, is dat pontificaat begonnen. Het is
misschien wil je het inleiden, anders laten we het zien. Want nee, laat maar gaan. Ik heb het zelf ook... ik heb het in 79 of 80 gezien, dus ik heb het ook al heel lang niet gezien. Ja, leuk dan. Paus Johannes Paulus II.